Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 22 oktober. Er is veel bewolking boven Nederland, maar in de loop van de dag probeert de zon wel af en toe door te breken. Al met al blijft de bewolking wel overheersen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen in de kustgebieden zou misschien nog een licht buitje kunnen vallen. Vanochtend is het zo'n 10 tot 11 graden, vanmiddag wordt het 14 of 15 graden. Verder waait er een zwakke tot matige wind uit het zuiden of zuidwesten. Vanavond valt die wind vrijwel helemaal weg en komen er wat meer opklaringen. temperatuur daalt naar zo'n 9 tot 12 graden vanavond en vannacht liggen de minima tussen 6 en 9 graden. Het kan dan lokaal wel mistig worden en morgenochtend kan die mist vrij hardnekkig zijn. Elders zijn er zonnige perioden en vooral in de middag ziet het er in een groot deel van het land vriendelijk uit met flink wat Zon en wat wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar zo'n 14 tot 20 graden en de wind waait uit het oosten. Donderdag en vrijdag blijft het ook nog op de meeste plaatsen gewoon droog en zijn er wolkenvelden en af en toe wat zon. Vooral donderdag kan het nog erg zacht worden. Op zaterdag wordt het weerbeeld weer wat wisselvalliger. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.